Mark Rozenkarte van het Gilde hier in Bledelswijk. De jeugd heeft de toekomst en het zonnetje schijnt. Ja. Dat stimuleert alleen, denk ik, of niet? Dat stimuleert ontzettend veel. Dat is ook altijd mijn passie geweest. Echt met jeugd omgaan. Voorheen ben ik instructeur geweest van korpsen. En was niks alleen maar fijner om te kijken om de jeugd binnen te halen. Vandaag is het eigenlijk wel een iets andere insteek. Vandaag hebben we gekozen dat we ontzettend veel jeugdleden van ons eigen gilde. Die laten nou aan de kinderen huren van de lekkerschool wat zij kunnen. Maar de kinderen die mogen nou ook komen oefenen. Die mogen komen vendelen, die mogen komen trommen en die mogen komen schieten. Dus het wordt eigenlijk een heel mooi middagprogramma. En op het einde van de elders komen we dan kijken wat hun kinderen vandaag geleerd hebben. En hopelijk doen we dat best wel veel. Ja, ik haal nou een aantal onderdelen aan binnen het gilde- en schutterswereldje. Maar kun je dat toelichten voor de mensen die er niks vanaf weten? Vendelen, het slagwerk gebeuren, ja, noem maar op. Nou, ik denk dat iedereen wel eens iemand gezien heeft met een trom. Ja, dus dat hebben we binnen ons, bij het gilde, hebben we dus ook een tamboerkorps. Door kunnen ze dus oefenen en marcherend met een trom. De schutters, ja, daar schieten ze dadelijk op een fuik. Het geweer zit vast en de kinderen mogen door dadelijk proberen te richten op een houten vogel. En bij het vendelen is het eigenlijk vanaf groep 4, daarom hebben we ook vanaf groep 4 gekozen, mogen ze kijken of ze eventueel willen komen vendelen. En ja, we mogen nou echt zien, afgelopen jaar gaan we ineens een boom dat er 6 jeugdleden van dezelfde leeftijd ongeveer zien gaan vendelen. En dat is, daarom hebben wij dus eigenlijk in januari ook een jeugdcommissie opgericht om door iets meer mee te gaan doen. Ja, ik haalde het al aan. Die jeugdcommissie hadden opgericht. Hoe leeft dat? Misschien buiten Bledelswijk ook nog mensen die interesse hebben in de hele gemeente Van Rooij, of valt het toch nog met? Doorhuren wij eigenlijk, eigenlijk niet veel van. We doen het eigenlijk tot nog toe gewoon zelf. We hebben in het verleden hebben we wel eens jeugdactiviteiten met de Land van Kuik gedaan. Dat waren ook bepaalde gildes waar we dus dan een jeugdactiviteit mee doen. Maar voor de rest doen we eigenlijk, hebben we dit eigenlijk allemaal zelf verzonnen. Ja, dus deze middag ook? Dus deze middag ook, ja. Wanneer is de middag geslaagd? Wanneer is de middag geslaagd? Als kinderen met een tevreden gevoel naar huis toe gaan. Egal wat, wie, wat, waar en hoe. Het gaat niet om leien te werven. Maar het gaat ook eens kijken van kinderen. Kijk eens wat hier het Sint-Antonius Abtgilde in Bledelswijk kan doen. En dat resulteert ook in het feit dat jullie hopen dat er jeugdleden blijven hangen. Want het aantal leden van het gilde, hoe is dat tegenwoordig? Ja, het exacte weet ik niet, maar ik heb toen net even een beetje nagevraagd. Het zit rond de 80, maar moet ik wel even zeggen, 21 jeugdleden. Ja, dat is om trots op te zijn. Mark, hartstikke bedankt voor deze mooie woord. En we gaan vanmiddag zien hoe dat de middag verloopt voor de jeugd. En natuurlijk als klapstuk het show aan de elders, wat ze vanmiddag geleerd hebben. Dankjewel. Dankjewel. We gaan even met de rollen naar buiten toestaan. Draai de 1 rondje. 1 ronde. Zet maar eens een klein stapje terug. Of een rollen door. 1 ronde over de doel. Als de slag allemaal op zit, dan moet je de rode vlag. Zelfs 3 naar slag. Rode door. Eerst de bocht maken. Eerst hier de bocht maken. Bocht maken. Rechts naar de bocht maken. Ja, 1 ronde over de doel. Bol in de buik.
Weer lezen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Zullen we eens proberen? Open dat. 3 vooraf. 1, 2, en. 1, 2, 3. En dat, in dat rondje zit een pennetje. En dat pennetje, dat moet op de vogel. Dus als je dit pennetje hier op een blokje hout hebt, dan is hij altijd raak. Zie je alleen dit rondje en de vogel, dan gaat hij mis. Want dan kijk je langs dit puntje heen. Ja, de eerste keer is altijd even moeilijk. De tweede keer gaat dat wel makkelijk. Ze hebben vier groepen van zes kinderen van de lagere school. Daar hebben we geprobeerd om de jongens en meisjes te laten schieten. In contact hebben we met de trom en met het vendelen. En dat willen wij, Olly, ook kunnen demonstreren dadelijk. Dus ik zou zeggen, groep 1 en groep 2. Groep 1 gaat nou zo meteen trommelen. En groep 2 gaat zo meteen vendelen. En kijk even wat ook kind geleerd hebt op deze hele mooie middag. Gelde, houding! 3 kwartier hebben ze maar les gehad in het vendelen. 3 kwartier hebben ze les gehad in het trommelen. Nou gaat groep 3 gaat trommelen en groep 4 die gaat vendelen. 1, 2, 3. Thank you.
Wie is dat hier? En als laatste, Rick Wijnans. Rick, wie is dat hier? Of ben ik nog iemand vergeten? Denk je niet, hè? We hebben een nieuwe schuif! Schud nog! Woo!